dass wir uns ihnen anpassen. Normalerweise wäre gerade umgekehrt wäre das Richtige, ne? Het begon twee maanden geleden pas met enkele tientallen. Vorige week waren ze al met 10.000, gisteren met 15.000. Een tegenbetoging bracht 6.000 mensen op de been. Weil ich Wut habe im Bauch, ganz viel, schon seit vielen Jahren, weil dumme Menschen durch meine Stadt marschieren. De politie hield beide betogingen netjes uit elkaar spuwend. Bondskanselier Merkel is ongerust over de snel groeiende beweging. In Deutschland gibt es zwar die Demonstrationsfreiheit, aber es ist kein Platz für Hetze und Verleumdung von Menschen, die aus anderen Ländern zu uns kommen. Kann ich nicht erkennen. Dank heeft de interest goed opgetrokken van 10,5 naar 17%. Aanvankelijk leek de maatregel ook te werken, maar inmiddels heeft de roebel opnieuw waarde verloren tegenover de euro en de dollar. Gisteren ging de roebel 10% achteruit. De Russen zijn vanochtend 10% armer in vergelijking met gisterochtend. Zo hard is een munt de roebel gisteren gedaald tegenover de euro en de dollar. Toch blijven ze rustig bij. Ja, dat is een verloop van kleur. Vanaf die woorden tot. Van de roebel heeft de centrale bank alvast drastisch ingrijpen. Met een zwaar interestverhoging. Negatieve effecten van такого ослабления курса национальной валюты. Precies, dat alles te groeien en in bonten. Z 10,5% do 18%. Op de Moskouse valutamarkt aanvankelijk wel, maar na enkele uren ging de munt opnieuw. Gaat je voor de zekerheid niet op de beton zetten krijgen? De lage olieprijzen hebben dus van de Russische economie aangescherpt. Sommige Moskouse beginnen zich te maken. Zijn we ons Nou, ja, hij is weg. Jan, bij jou, goedemiddag. Ja. Hoe komt het dat iedereen plots...